Zdravo, jak wyciekać w ładnym rejdu. Pas op, hé, madame. 0:15. Hey, come on, hé, mannen, dat is een minuut, hé. Je loopt van ver. Ik heb hier maar een van die mannetje kapellen.
16, Annie van Leuven aanlopen. Annie van Leuven met winnaar Spoorweg nummer 12, Kaat Hammes. De winnaar heeft in hand samen. En hier komt de leider voorbij. Dat is een aanval van Annelies van Doorslaan. En is de moeten worden achtervolgd om Annelies toch beter werken te pakken. En het gaat voor de keihard aan toe hier. De tempo wordt opgetrokken in de peloton. En de achterstand van deze groep bedraagt 22 seconden. Op de 22 seconden. Het werk wordt opgetrokken door Caroline Haas. De 42 seconden. Voor het peloton. En de peloton hier afgetrokken door Jolien van den Borre. Voor de eerste en dat komt ze opdagen. De offensieve Annelies van Doorslaan van Lotto Ladies Team. Met nog 3 ronden te rijden, nog 2 ronden. Annelies van Doorslaag nog een voorsprong van 32 seconden op Julia de Kolk en 38 seconden op het peloton. Maar kort de preview, de situatie op 1 ronde voor de aankomst. Nog steeds in haar eentje, alleen in de promptie. Hier komt de door van het Lotto Ladies Team. De laatste ronde wordt het. Laatste ronde voor Annelies van Doorslaan. Ja, ze de voorsprong van een paar honderd meter. Op 3 dames in de vervolging. Met z'n drieën. Als ze de krachten bundelen, dan wordt het nog een boeiende finale. Achterstand 17 seconden. 17 seconden. Met de Kim de Schoenmaakkamp. Achterstand van 14 seconden. En nu hebben we de peloton met de enkele dames die erop rijden. Op 30 seconden. Het peloton aangevoerd door Antonia Brulé. Op een halve minuut. Laatste ronde. Laatste ronde. Opdagen de 4 dames aan de leiding die allemaal als burger zijn ingevoerd door verbinding in deze organisatie van de Afrikaanse Cerbero Club. En wie wordt de winnares? Wie wordt de winnares? Is dat Tippel? Lindsay Tippel die het zou halen, inderdaad. Dan haalt het hier voor in de brengen. Wie beschikt hier over de snelste stoppersteden? Bij die dames hier op afsteentje. Die met de ruime lengte voorsprong, die sperk wint. Dat is nummer 28 op je de voer, denk ik. Ja, mogen we vragen dat Lindsay Debout zich begeeft hier. Daar is Debout. En de kussen hierbij horen voor Lindsay Debout uit Vottingham. Proficiat met de en ook bestuursleden. Mag ik de Tempelaar en de secretaris Stefan Berlijn. Ja, Lens zit hier te doen. Lensi de Bal. Ja, er is nog een dame die komt plaatsnemen om het plaatje volledig te maken. Eerste seizoenszege. Kom te kijken, ja. Dat is Lindsay Debout hier naar behalen van haar eerste zege. Ik was niet.
We waren een van de drie die maar rondwaren, de dat groepsmaatje die zat bij ons. En die mocht van de groep lang niet mogen nemen. En waar ik de kroeg eigenlijk op 40 seconden eigenlijk in mijn eentje klaar kreeg, en ben ik ook naar toe geleden. En dan de laatste ronde, de laatste kilometer werd op de manier. Want echter, er waren twee Nederlanders, dat mogen deze team. Ja, ik had eigenlijk schrik van de twee ploegmaten, want eigenlijk konden ze de wedstrijd niet verliezen als ze meer tegen elkaar hadden gesproken, denk ik. Er zijn ook nog wat aanvalspoelingen geweest, maar ik heb ze constant beantwoord. Inderdaad, dus eigenlijk met actie van deze mensen die er bij je tevreden over het seizoen. Ze zijn bijna aan de einde, één over mij, of had je meer verwacht? Eerst had ik meer verwacht, maar ik ben er al verwacht van bij. Natuurlijk, hè, man. Ik ben orgel. En dan heb je het trots.